Rotterdam, altijd maar weer een dynamische stad te noemen, gaat ook vervelen. Maar toch is er telkens reden voor. Nu is daar het nieuwe culturele en congrescentrum klaargekomen. Kortom, de stad heeft 26 jaar na zijn verwoesting zijn doelen bereikt. En die stad groeit maar. Het zijn de trotse Rotterdamse verhalen. Van vissersdorp tot wereldhaven. Van wederopbouw tot Manhattan aan de Maas. Van prachtig mensenwerk. De Doelen. Het schoolvoorbeeld van het naoorlogs functionalisme in deze stad. In de eerste plaats natuurlijk de residentie van het Rotterdams Philharmonisch Orkest. Maar dé plek voor bijna alle soorten muziek. Geen exclusieve tempel voor de welgestelde elite, maar het culturele centrum voor iedereen in het hart van de stad. De opening van de Doelen in 1966 was dan ook het definitieve startpunt voor de culturele wederopbouw van Rotterdam. Vandaag bekijk ik dus de Doelen. Bijna iedere Rotterdammer is hier wel eens geweest. Bij een concert, een evenement of een congres. Want naast het belangrijkste muziekpodium van de stad voor jazz, wereldmuziek en klassiek, is het ook een groot congrescentrum. Ik praat met Gabriel Oostvogel. Hoi, Gabriel. Goed je te zien zo. Ja. Hij studeerde ooit bouwkunde in Delft, maar is nu alweer 16 jaar de trotse directeur van de Doelen. Ja, dat Doelen is een monument van een gebouw, letterlijk, want ze zijn rijksmonumenten. Maar het is bovendien echt een monument in de harten van de mensen, zal ik maar zeggen. We zijn nu, begint dadelijk het Rotterdams Philharmonisch te repeteren. Maar vanavond hebben we ook weer andere concerten. Refresh komt hier, van alles nog wat is hier aan de hand. Het is echt een plek waar heel Rotterdam komt en waar ik ook ongelooflijk veel energie van krijg. Omdat hier echt alles ook is. En ik praat met architect Hans Goverde. Dag Hans. Hey Paul. Hey. Van het Rotterdamse bureau Kraaivanger dat het complex in de jaren 50 van de vorige eeuw ontwierp. Zelf is hij verantwoordelijk geweest voor een aantal recente aanpassingen aan het gebouw. Het is een icoon voor de stad. Ik denk dat dat komt door de plek die het inneemt in het centrum. Door het feit dat het een functie heeft waar zoveel mensen komen om uit te gaan, om te genieten. En dat maakt dat het voor mij dat het met trots vervult dat wij ooit dit hebben mogen ontworpen. En dat het nog steeds een gebouw is dat ertoe doet in de stad. Rotterdam was voor de oorlog een bruisende stad, vol met vermaak. Van dansmuziek tot klassieke muziek. We verloren bij het bombardement van mei 1940... niet alleen woningen, winkels en bedrijven, nee ook cafés, theaters, bioscopen en muziekzalen gingen verloren. Maar, en dat was misschien ook wel logisch, de mannen van de wederopbouw begonnen met het herstellen van de haven en gaven prioriteit aan het neerzetten van kantoren en handelsgebouwen. De economie moest eerst hersteld worden. De opening van de Doelen in 1966 werd dan ook door veel Rotterdammers ervaren als het sluitstuk van deze periode. Er was al die tijd gebouwd en nu had men het gevoel, de stad is af. Nu is het tijd voor iets anders, voor cultuur. De Doelen heeft wat dat betreft altijd vanaf het begin is echt voor iedereen geweest. Iedereen voelde, dat is mijn gebouw, daar heb ik aan meegedaan. Ook al gingen ze niet naar de popmuziek of de klassieke muziek of zo die hier te horen is. En dat gevoel is nog steeds heel erg sterk. En daarmee is de Doelen een heel erg belangrijk keerpunt in die hele wederopbouw zelf. Er was een bekende uitspraak in die tijd, dat was het Doelen-effect. Het effect dat zo'n gebouw had op een stad waar een complex werd neergezet en wat weer nieuwe activiteiten naar zich toe trok. Door podium te bieden voor allerlei activiteiten. En niet in de minste plaats natuurlijk internationale concerten van wereldformaat.
Ja, want het is weliswaar een multifunctioneel gebouw waarvan alles gebeurt. Maar het is toch in eerste instantie dé plek voor klassieke muziek. Voor de oorlog, dus voor het bombardement, bevond de concertzaal voor klassieke muziek zich trouwens iets verderop. Net achter de Coolsingel, min of meer naast het stadhuis. En ook dit concertgebouw had al de naam De Doelen. Want De Doelen, dat is eigenlijk de sociëteit van de schutterij, de welgestelde en goed bewapende burgers die de stad moesten verdedigen. Oorspronkelijk was het ook echt een schietbaan met doelschijven om op te schieten. Maar eind 17e eeuw werden voor het eerst ook muziekuitvoeringen gegeven. En vanaf dat moment werd De Doelen een concertgebouw. En er zijn 5 gebouwen geweest waar die de naam De Doelen hadden voordat deze Doelen kwam. Na de oorlog werd er nagedacht over hoe sowieso het culturele leven en welke gebouwen horen daarbij. En in 1955 werd de beslissing genomen om een concert- en congresgebouw, die functies werden vanaf het begin af aan zo benoemd, te bouwen. En daarin was architect Fladerus van belang, die heeft de eerste schetsen daarvoor gemaakt. En de kraaienvangers, de gebroeders kraaienvangers, werden later aan toegevoegd. En dat driemanschap is verantwoordelijk voor het ontwerp van De Doelen. Van alle architecten die betrokken waren bij de wederopbouw, realiseerden de broers Evert en Herman Kraaienvanger veruit de meeste bouwwerken. Maar liefst 32, waaronder het stationspostkantoor en de V&D. Waar modernistische architecten als Van Tijen, Maaskant, Van den Broek en Bakema met opvallende gebouwen in de spotlight stonden, waren de gebroeders Kraaienvanger de echte werkpaarden van de wederopbouw. Gehele lijn met het Rotterdamse credo, niet lullen, maar poetsen. Gebroeders Kraaienvanger komen vanuit, oorspronkelijk vanuit de aannemerij, vanuit het bouwen. En ze zijn ontwerparchitectuur daarbij gaan doen. Maar dat maakt dat ze een hele praktische inslag hadden. Heel erg gericht op het oplossen van problemen die er natuurlijk enorm waren in die tijd. De soort architectuur die Kraaienvanger maakte was, zoals dat wel veel werd omschreven, chic, maar ook heel functioneel. En in dit geval gaven zij invulling aan een enorme vraag. Er was een tekort aan woonruimte, aan bedrijfsruimte, aan gebouwen om de maatschappij te kunnen doen functioneren. En daar hadden ze een antwoord op hoe je dat zou kunnen aanpakken. En dat deden ze goed en met verven. Medio 1965 was het gebouw af. Maar de officiële opening werd pas in 1966 verricht. En wel op 18 mei. Een belangrijke en symbolische dag in Rotterdam. Namelijk de jaarlijkse opbouwdag. Want op 18 mei 1940, dus enkele dagen na het bombardement, kreeg stadsbouwmeester Witteveen de opdracht een plan te maken voor de wederopbouw. Van 1947 tot 1970 werd deze dag van de wederopbouw, opbouwdag, gevierd. Het was een feestelijke dag en zeker geen herdenking van het bombardement. Het perfecte moment, kortom, voor de opening van een nieuw gebouw. En dat gaf die enorme emotie van dit is het kroonstuk van de opbouw. En tegelijkertijd werd de parkeergarage geopend. Dat was toen de tijd ook een volslagen nieuw fenomeen. Parkeergarage midden in de stad. En dat was 's middags werd geopend en 's avonds was hier de opening van de Doelen zelf. Er is voorzien in tal van mogelijkheden. Er zijn concertzalen voor symfonieconcerten en kamermuziek. En verder vergader- en expositieruimten, balzalen en restaurants. Wat betekent dit gebouw voor u in de stad? Ja, vroeger was het eigenlijk het eerste gebouw wat je zag als je het station uitkwam. En had je allemaal van die leuke lage bloembakken erbij en toen klopte het beter. Ik vind een heleboel nieuwe gebouwen wel heel mooi hoor, die in Rotterdam erbij zijn gekomen. Maar ja, die lijnbaan en de Doelen, dat waren gewoon echt de mijlpalen in de stad. En de uitstraling, het moderne van het pand nog steeds, 64 gebouwd, maar nu vandaag de dag nog steeds eigenlijk die moderne uitstraling, dat spreekt me enorm aan. Ik vind juist dat de akoestiek zo goed is in de zaal en dat ik daar elke keer weer van geniet. Nee, ik vind het een prachtig gebouw. Ja. En ik vind het gewoon niet te pruimen dat de bioscoop ervoor gezet is. Echt.
Ja, in de omgeving is sinds de jaren 60 een hoop veranderd. En ook het gebouw zelf is in 2000 ingrijpend verbouwd. Toen een compleet nieuw deel aan het oude gebouw werd toegevoegd. Extra congresfaciliteit, een extra zaal en het gebouw van Codarts werden in en op de oude doelen gezet. Maar de doelen is nog steeds een beeldbepalend gebouw. Zeker voor het Schouwburgplein. En als je goed kijkt, zie je dat ontwerp van toen nog steeds. Je hebt dat grote grijze gebouw met dat prachtige kenmerkende raster van natuursteen. Het gebouw zweeft als het ware op de onderkant op een donkere plint die wat verder naar binnen ligt. En dan steekt daarboven die inmiddels iconische groene bak uit. Het dak van de grote concertzaal. Simpel en doeltreffend. Alles wat je ziet heeft een functie. Daarom wordt deze bouwwijze ook functionalistisch genoemd. Hoewel dat raster door de puristen onder de functionalisten enorm vervoerd werd. Het is namelijk gezichtsbedrog. Het raster suggereert namelijk dat er binnen 3 verdiepingen zijn, terwijl dat er maar 2 zijn. En dus was dat niet functioneel. Ze hebben duidelijk gezocht naar manieren om dat hele volume naar de stad toe een gezicht te geven. Hè, met al die verschillende functies die erachter zitten. En een soort decorraster, want dat is het bijna. Dat zien jullie hier heel goed. Dat hangt eigenlijk voor de echte gevel. Daar hebben ze het spel van het licht. Van hoe zonlicht door die dingen, door die rasters heen valt. En wat dat voor een beweging oproept in de gevel. Dat heeft geprevaleerd boven die functionalistische eis. En juist dat raster maakt dit gebouw zo duidelijk en herkenbaar. Maar waar de doelen natuurlijk echt om beroemd is, is dat wat zich daar binnen afspeelt. En net als bij de opening in 1966 is ook de sfeer vanavond gemoedelijk. Chic, maar zeker niet elitair. Want de doelen is een plek voor iedereen. En wat meteen opvalt, is de ruimte hier. Het gevoel dat je nergens hoeft te dringen, dat je nergens op een kluitje hoeft te staan, dat ervaar je het best hier in de foyer bij de grote zaal. Hier zie je dat de doelen inderdaad het paleis voor het volk is. Praktisch en modern, smaakvol ingericht, zonder opsmuk of tierlantijnen. En het ziet er nog grotendeels uit zoals bij de oplevering. Een chique, maar ook makkelijk schoon te maken marmeren vloer. Witte skybanken, tegenwoordig weer helemaal in. En met de bekende kroonlichters. Die refereren aan oude klassieke concertzalen met hun glitter en glamour. Die kroonlichters zijn ook wel een mooi voorbeeld van het evenwicht waar toen naar gezocht werd. Van het moest aan de ene kant grandeur hebben, aan de andere kant moest het ook toegankelijk zijn voor het volk. Het is overigens glas, het gaat elk jaar in de vaatwasser en dan kan het weer opgehangen worden. En vanavond op het programma, het Rotterdams Philharmonisch speelt de eerste van Mahler. Nou, dag. Ja, het is toch wel het heiligdom, zoiets, als je hier zo... Dit is... Nou, komt natuurlijk hier de zaal waar het om gaat, de akoestiek. Dus, ja. Misschien wel het belangrijkste van een zaal? De akoestiek is eigenlijk een instrument van het orkest zelf. Hè. Het is een soort instrument waar het orkest mee speelt. Bij de verbouwing in 2009 hebben we een paar dingen gedaan. En wij waren eigenlijk van plan om die akoestiek vooral te houden zoals die was. Want die was al heel goed, heel helder. In deze zaal kun je elk instrument heel goed horen. Bij sommige zalen ligt er een hele fijne, warme deken overheen als het ware. Dat is hier niet zo en dat is ook een kwaliteit. Maar tijdens de verbouwing hebben we natuurlijk toch wel een paar dingen gedaan die toen eigenlijk niet zo goed waren. En daar heeft de zaal nu wel een stevige upgrading gehad. En dat is
Ja, dat is al, we horen van iedereen dat dat heel geslaagd is. Het is natuurlijk best een groot podium wat we hebben. Dus het is altijd een beetje zoeken naar elkaar van hoor je dit, hoor je dat. En ik moet zeggen dat sinds eigenlijk het akoestiek ook weer wat veranderd is, het gebouw veranderd is. Is het nu makkelijker als je achteraan zit om ook echt helemaal achteraan de andere, de bassen dan te horen. Dus dat is heel prettig voor ons als violisten. En ja, het is natuurlijk het is gewoon heel erg prachtig. Het is ook een hele mooie zaal en het is een inspirerende zaal. Ja, de akoestiek van deze zaal is inderdaad formidabel. De muziek klinkt hier helder. Je hoort precies wie er speelt. De zaal is daar ook op gebouwd. De wanden zijn licht gebogen en overal zie je panelen, uitstulpingen en holtes die niets anders moeten doen dan het geluid reflecteren en echo's absorberen. In dat onderzoek wat de akoesticus had gedaan, had hij bedacht van als ik nou eens die blokken een kwartslag draai, want nu worden het geluid naar boven en naar onder gekaatst, als het ware. Maar misschien is het wel beter om het naar de zijkanten te kaatsen. Nou ja, dat was een leuk idee, maar daarvan zeiden wij en Monumentenzorg zeiden, dat gaan we niet doen, want dan kom je echt, hè, wie zijn neus schendt, schendt zijn aangezicht. Ja. Dit is de neus van de doelen, als het ware. Je kunt altijd zien dat een foto in de doelen gemaakt is. Dus hier wilden we echt niet aankomen. En ja, ik denk dat dat echt durf te zeggen dat zeker de gastorkesten die hier komen zeggen dat is een van de beste zalen waarin we ooit gespeeld hebben. Hoewel de Doelen altijd al een multifunctioneel gebouw was, is het tegenwoordig helemaal een complex waar verschillende programma's compleet door elkaar heen lopen zonder dat de meeste bezoekers het eigenlijk doorhebben. Want terwijl in de grote zaal nog steeds Mahler klinkt, kunnen jazzliefhebbers op dit moment genieten van een tribute aan jazzzangeres Sarah Vaughan in de Eduard Flipsenzaal. Er wordt hier in de Juriaanse zaal wereldmuziek gespeeld met een ode aan de gitaar. En dan nog even terug naar het Rotterdam Philharmonisch en Mahler voor de finale. Volgend jaar, in 2016, bestaat de Doelen al 50 jaar. En dat wordt natuurlijk groots gevierd. Maar de vraag is natuurlijk of deze tempel voor het volk ook over 50 jaar nog bestaat. Het is als gebouw onverslijdbaar. Ik denk dat het als instituut in de stad ook onverslijdbaar is. Het gebouw is onverslijdbaar omdat het op een manier is neergezet die echt nu niet meer gebeurt. De materialen, de manier waarop het berekend is, die hele nieuwbouwdeel is er opgezet kunnen worden zonder extra heien om aan te geven hoe ongelooflijk stevig het is neergezet. En dit gebouw gaat echt honderden jaren mee. En dat is wel een van de mooie dingen aan de Doelen. Dat blijft gewoon zoals het nu is, zal het nog heel lang meegaan. Wat ik zo bijzonder vind aan een gebouw, wat je niet meer kunt doen als je het heden ten dagen opnieuw zou mogen doen, een theater ontwerpen, is de overmaat. Er zit in dit gebouw een soort genereuze maat, lucht, ruimte, allure, hoogte, die toen de tijd mogelijk waren. En als je tegenwoordig een theater ontwerpt, dan is het een puzzel om alles er geoptimaliseerd in te krijgen. En dan zul je nooit meer uitkomen op dit soort bijna adembenemende genereuze ruimtes. Dat vind ik een kwaliteit die in dit gebouw zit die tijdloos is. Ook voor mij is de Doelen een tijdloos gebouw. Mensen komen hier nog altijd met veel plezier naartoe. En omdat het gebouw steeds aan de eisen van de moderne tijd wordt aangepast, zonder dat het oude ontwerp zijn waarde verliest, is het meer dan het culturele symbool van de wederopbouw in deze stad. Maar staat het ook voor het culturele elan van die moderne stad die na 1966 zo ingrijpend is veranderd. En ik ben de overtuiging toegedaan dat dat ook de komende 50 jaar nog zo zal blijven.
als ik in de tuin bezig ben en dan staan al die mensen die in die tuin daar lopen. En dan vragen ze, hè, wat woont u hier prachtig en hoe kom je hier? Hè? En ja, willen ze er ook wel wonen. Het eerste wat ik gil, u mag geen man hebben.